Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Ivo. Hoi. En ja, dit is een andere Ivo daarvan, dat voor degene die het Left 4 Dead ook hebben gezien. En we doen vandaag een tutorial over World of Tanks Peloton, of niet Ivo? Ja, lijkt me wel een keer leuk om YouTuber te zijn. Ja, maar goed, ik ga je eens even uitnodigen. Als je de peloton moet aanmaken, ga je gewoon hier naar onder de vechtknop. En ik heb het peloton al aangemaakt, maar je doet gewoon de peloton aanmaken. Nou, dan staat hier al spelers uitnodigen, gewoon uit je vriendenlijst, die gewoon online zijn, naar uitnodigen en zo. Nou, en dan komt Ivo nou in beeld hier zo. Je kunt hier praten met je vrienden. Dus even kijken, bij welke tank wil je gaan, Ivo? Wat voor tier? Gewoon T5. Tier 5 is goed. Dan ga ik denk ik met de... Even kijken, waar ga ik mee? Ik ga denk ik met de stoeg dan. Oké, ga ik met de S85. Is goed, zo. Dus even kijken, zo. Oké, nou, als je al je vrienden zeg maar in je peloton gereed zijn, klik je op vechten. En dan ga je automatisch met datzelfde peloton in een gevecht. En hopelijk is de matchmaking wel goed, want die tutorials van net echt, de matchmaking was niks. En wederom. Weer niks. We hebben wel een SU-100, dat is wel leuk. Ja. Eens even kijken. Oh, deze map heb ik nog niet laten zien, dus ja. Eens even kijken. Oké, wel, het is voor de verandering eens een keer dit. Jippie. Eens even kijken, waar wil je heen? Als ik ingeladen ben, dan ga ik kijken. Want ik ben onmiddellijk slecht in het onthouden van minimaps. Maar ik denk gewoon in welke richting we staan, denk ik op die heuvel. Dat is wel mooi voor tankdestroyers. Ja, daar heb je wel gelijk. En ik hoop alleen niet dat echt gewoon het halve Jostie-team erheen gaat. Ik heb net wat 4 potjes gespeeld in mijn battle tutorial. En echt, het was compleet Jostie. Op een gegeven moment ging een artillerie die ging cappen. Lijkt mij wel. Omdat al het volk op Ensk aan de rechterkant, zeg maar, bij al die treinen ging zitten. Lol. Als je vanuit de... Lemmings. Ja, Lemmings noemen we dat. Eens even kijken. Goed, wel. En wederom al het volk gaat hier naartoe. Nou, nu zullen we eens gaan kijken wie er allemaal binnen de berg gaat. Wel, eens even kijken. Ik denk die IS, T29, Tiger P en die T150. Die gaan allemaal naar boven hier zo. Nou, die IS volgt mij al. Die IS in ieder geval, ja. By the way, jongens, een stoeg is een Tier 5 Duitse tankjager, dus ja. De SU-85 is een soort van de Russische stoeg. Ja, zeg maar in principe wel, ja. Oh mijn god, moet niet de plomp insturen natuurlijk. Hé, ik zei het, die T29 komt er ook bij. Wel raar dat die Tiger P hier niet komt. Nou, die is tenminste geen lemming. Nou, dit is niet echt een lemming, maar goed, tankdestroyers die... Ja, niet echt. Hier gaan de meeste tankdestroyers staan, tenminste als ze slim zijn. Ja. Je hebt gewoon veel dekking hier. Wat echt ultiem is als je op je crew, zeg maar, je... skills camel. En dan ook nog vervolgens, even door, dan is dat ding weg. Camo op je tank en dan een camo net. Zien ze je gewoon niet gewoon. Ja. Alleen al die bosjes dan, hier. Voor de commander is dan, als je zo'n perk bedoelt, dan is Sixth Sense ook wel handig. Ja, maar dan zie je zo'n lampje, zeg maar. Dan zie je een lampje hier zo. Waar dan, zeg maar, ja, zo'n lampje op gaat flikkeren. En dan, als je gespot bent en dan weet je dat je gespot bent gezien en dan kun je weg. Even kijken, oké, wel, holy hell. Oh, lol. Ja, dood, lolcats, naar Evo Spectate. Ik heb de sounds volgens mij erg laag staan, nou ja, dat zien we dan allemaal wel. Als de sounds laag staan, wauw, oké, terug naar de garage. Ja. Gaan we even met wat anders, even kijken, wacht, ik wil eerst nog even een beetje de instellingen. Dan een volume even wat hoger hebben. Hoofdvolume kan wel naar 20, 21 of zoiets. Allemaal 21 met de hap. Zo. Hopelijk gaat de opname dan niet raar doen. Waarschijnlijk niet, maar oké. Toepassen. Oké. Ga een keer in de settings klooien en dan vergeet je. Zou maar vergeten op toepassen te drukken. Ben je alles kwijt. Kun je overnieuw beginnen. Ja, echt hè. Oké, wel eens even kijken. Ja. Wat voor tank wil je nu? Kijama. Wat gaat op de. Met de T34. Ja, vind ik goed hoor. Okay. Maar ik heb trouwens ook dat beste kanon op de Panzer 1C, wil ik nog even zeggen. Oké. Ja, ik moet dat nog doen. Dat is zo geinig. Ja, oké.
Ja, ik heb trouwens mijn crew hier 100%. Geen idee waarom, maar. Ik snap het ook niet. Zo Ik heb er grappig. nog 69, terwijl ik al langer op SM. Ja, gewoon in één keer. Ik start dat ding 's ochtends op. Ik had in één keer 100% crew. Dus ik heb er mijn crew skills op gegooid. Ik heb dat Ja. lampje nog nooit gezien. Volgens mij heb je er pas gedaan wanneer die 100% zijn, die Ja, crew die heb je skills. pas als 100% is, ja. Nou, lol, dacht ik al. Heb je met de meeste Ja, oké. Okay. perks Dus of even hoe dat kijken. ook Oh, heet? wederom. Fantastische matchmaking weer. Soms heb je goede matchmaking, soms heb je echt kut matchmaking. Doet er helemaal geen zak aan. Dus even kijken. Waar weer langs? Misschien kunnen we beter gewoon die heuvel hierop en gewoon, ja. Gewoon campen. Ja. Misschien kunnen we Dat wat komt. mensen wat tracks eraf schieten of zo. Who knows? Ja, Moeten we maar misschien gaan wel een kijken. weak spot. Ja. Doen er helemaal niks aan. Het is gewoon altijd even kijken waar we willen staan met wat voor tank natuurlijk. Kijk, als je heavy tank bent, dan kun je gewoon makkelijk Leroy Jenkins op afgaan. Maar als je die ES bent of zo, dan is dat gewoon onderaan. En als je een beetje light tank bent, zoals die Panzer 38 NA, doe ik ook meestal gewoon Leroy Jenkins. Ja, Want dan kun je verder niks light anders. tanks, oftewel scout tanks, die kunnen in hele hoge tiers komen. Max tier 8 of zo, niet? Als je dan... De ELC Amex, dat is tier 5, een Franse. Die kan volgens mij in tier 9 komen. Oké, 4 tiers hoger dus eigenlijk, want deze is ook tiers. Zoiets. Deze is ook bijna 4 tiers hoog gekomen. 5, 6. Ja, 3 is deze hoog gekomen. Maar Ja. goed, oh, hiervoor heeft een camo erop, by the way, met op zijn tankje, dus ja. Dan dat helpt met word je langzaam gespot. Ja, minder snel eigenlijk. Als je bomen omrijdt trouwens en struikjes kun je gebruiken als dekking. Even kijken, ik ga aan Ja, de andere kant ik had van de dacht tank ik staan. gelezen dat hij juist niet meer werkt en dat bomen alleen werken voor opwaartse dekking, dus van mensen van die bovenaf staan. Nee. Heb ik een keer gelezen. Net wat dat was vroeger niet meer. Boom! Wat schiet je nou gewoon die KV1? Dat is gewoon kapot te maaien hier zo. Wauw, ik ook. Maak Ik maai hem van de zijkant. gatenkast van, jongen. Gatkaas. Wel oppassen. Holy kut. Ik word nou doodgeknald hier. Ik ben dood hiervoor. Welterusten niveau. Het was leuk je Ja, gekend te omdat hebben. ik de pro ben. Niks gezegd. Ik hoor ook alle vallen. Damage. Zo, ik heb kill. Oh, dat is nice. Wat heb je die KVNS vermoord of zo? Nee, die SU-85. SU-85, ja. Nou, Ivo wordt dood. Nou, weer terug naar de garage. WBF mod? Wat? Je hebt de T29 vermoord, denk ik. Ja, even kijken hoor, Ik ook. mijn ding zegt wat. Wij worden heel vaak door dezelfde gast vermoord. Dat is irritant. Ja, dat is vervelend. Even kijken, en akker, ik ben stoegers terug. Zullen we met de Panzer 1C gaan? Ja, is goed. Kunnen we wel even wat light tank power laten zien? Ik wil alleen even kijken of ik iets van fancy smancy nieuwe shit erop kan bouwen. Even kijken. Dat is Duitse tank, hè? Ja. Ik zou eerst de ophanging doen, want anders kun je dat. Kun je de koepel er ook niet opzetten. En voor de beste kanon heb je die koepel nodig. Dat heb ik al lang gedaan. Even kijken. Ik wil even Oké. nog kijken naar het kanon. Want welke Okay. heb je? Heb jij die ter. Ja, die Ik heb die mouse erop, hè? Mauser EW141. Die Oké. is zo goed, hè. Ik Okay. heb een M8A1. Dat is een tier, volgens mij tier 4 Amerikaanse Oké. tankdestroyer. Okay. Dat kan ik Ga ook. ik even nakijken. Ja, die heb ik van 117 hitpoints naar 0 gebracht in 2 seconden. Ja, oké, okay, ik heb de mouse er nu ook op. Ik had genoeg vrije ervaring nog, dus. Ja. Oké, okay, nou, vechten. Eens even kijken. En als jullie het leuk vinden dat Ivo meedoet met World. Ik wil WOT of World of Tanks. Faal, ik wil WOT en World of Tanks zeggen. Alleen zei ik. WOT of Tanks. Lol. Maar laat het even achter in Wat de een comments en dan zal ik wat meer multiplayer met Ivo gaan doen. Jee, kijk, dit is goede matchmaking voor deze tank. Doe me de zat lol van. zeg. Ook nog deze map, hè, Gewijde Vallei. Veel beter wordt het niet eigenlijk. Nee, Tot eigenlijk dit. niet. Dit is eigenlijk wel heel goed. Deze kan in tier 7 komen. Oh nee. Nee, deze komt maximaal tier 5, heb ik al gezien. Anders kon, zijn we vast van, ben ik vast van een keer hoog gekomen. Ik heb deze ook wel eens in tier 6 gezien hoor. Oh, serieus? Ja. Oh, cool. Dus dat is iets in ieder geval. Nou, eens even kijken. Wij hebben een M-server. Wij hebben 3 heavy tanks. Oké, wij verliezen. Ja. Nou, we hebben ook een stoeg. 2 stoegs. Ja, we hebben er ook één, maar. En Gaat. 2 wolverines. We hebben heel veel tank destroyers. Dat is wel goed op deze map eigenlijk. Tank Ja. destroyers. Dit is een gewijde vallei trouwens. Wintermap. Daarom heb ik ook mijn leuke wintercamo erop. Eens even kijken. Waar wil je langs? Gewoon hier. Ja. Oké.
En we hebben deze tank gewoon puur voor de fun. Gewoon voor de lolcats. Want dit ding is gewoon geniaal. Oh, ga een keer gewoon tegen die bergen schieten. Dus zie hoe snel dat ding schiet. Dat is OP. Dat is toch eigenlijk niet? Lolcats. Wauw, dat is wel heel cool. Moet je je voorstellen, dus elk schot... Auw, wie schiet op mij? Die M7 schoot op jou, omdat die dacht dat hij jou op hem schoot. Wat? Je emu. Dood. Toen schiet hij op jou. Ja, nu wel, ja, kreng. Wat wou je? Wou je me inhalen? Ik wens je veel succes, gast. Oké, dit moet je dus niet doen in een platoon. Nee, maar ik schoot niet eens die gast. Oké, nou, we gaan hier naar beneden, Leroy Jenkins. Probeer me dan nog maar eens in te halen. Gast met je mooie tankje zogenaamd. Oh, mijn god. Oh, dit is trouwens wat wij net deden, was heel gevaarlijk, want je tracks kunnen kapot gaan en je tank kan nog schade krijgen. Vooral nee, gewoon dat me niet. Dat Jurio gezegd had. We hebben een T34 ontweken. Ik ben in de dekking in ieder geval. Tuurlijk beuk me, maar we zijn dood hier. Firefly! Nee! Oh. Ja, je tank destroyer. Shit. Je Fransos. Shit. Check Ivo dan. Ik werd kapot gemaakt. Kapot gemaakt, ja, trust up. Oh, wow. Terug naar de garage dan maar. Nou, het gaat goed. Echt, ik weet niet wat het is met die matchmaking. Het is echt waardeloos. Hé, wat even ze nou weer te zeuren bij de clan? Café 1. Huh. Wat? Nee, ik lees het in mijn clan hier zo. Nou ja. Ja. Ik moet het gewoon een keer met deze tank. Nee, zal ik met het toch gaan of... Nee, wacht even. Jongens, dit moet. Het moet gedaan worden vandaag. Dit kanon doet praktisch zoveel damage als een tier 10 kanon ongeveer. Ja. Het is niet helemaal een tier 10 kanon, maar... It's up there. Eens even kijken, oké. Mooi zo. Wacht, ik kom nog even wat extra ruimte hoor. Want dat moet ook nog even gebeuren. Hoeveel tankslots heb jij wel niet? Stoof 20 of zo. Godverdomme. Nee, dat valt wel mee. Oh, en dan hoeft mijn favoriete map van dit ding. Oh mijn god, dit gaat dat worden. Als met het nou ook matchmaking. Nog, als het nou ook nog domination is, dan wordt het helemaal leuk. Nee, standaardgevecht. Yes! Ja, domination standaardgevecht. Ik noem het domination. Aha. Oh. Ja, Call of Duty. Kijk jongens, dit gaat echt gewoon episch worden. Ik ga daar zitten, daar zo, hier, daar. Daar ga ik gewoon zitten. Ik moet echt nog wel een betere camo op dit ding hebben. Oh ja, by the way jongens, ik heb zo'n camo net gekocht op dit ding. Dus dan weten jullie ook wat dat is. Dus ja, dat is, dan heb je 10% meer camo als je stilstaat. Ja, daar je minder snel gezien wordt als je een tank destroyer bent. Dus in principe zijn die dingen altijd heel goed voor tank destroyers. Ivo, wij gaan winnen. We hebben ja. We hebben de bisschop. We hebben iets met E25 tech destroyers en met artillery bishops. Dat is gewoon zo. Die bisschop neemt iedereen van achter daarom. Ja, zo genius. Goed. Oh ja, by the way jongens, dit ding doet ongeveer 500 damage in één schot, dus dit is wel op, hè. Dit ding is overpowered. Een man met de panzerpenetratie van dat ding. Ja, dat is 200. Het one-shot. Het one-shot iedere tank zowat hier. De meeste tanks met zulke damage in tier 6, die hebben een penetratie van 70 of zo. Ja. Ja, maar het is, laten we zeggen, het is zo goed als een tier 9 kanon. Want het is dus iets minder dan een tier 10, dan van de IS-7. Dus het zal dan ongeveer iets van die daarvoor zijn. Ah, kijk, een Churchill. Let op, dit gaat echt een feest worden, jongens. Boom! Oh. Ivo, ik heb zo de Churchill bijna ge-one-shot. Nice. Of dan niet normaal one-shot, hij heeft nog maar 50% health, dus dat is wel heel mooi. Even kijken, waar staat daar? Oké, dat is gewoon een tankje, ja, gekakt er niet bij. By the way, jongens, als je met je muis zeg maar heen en weer gaat, zo, dan rijd je tank destroyer automatisch mee. Maar als je ingezoomd bent, niet, dat snap ik niet, maar oké. Ja, dat kun je uitzetten volgens mij, hè? Oh, no, oh nee, dat is met artillery zo. Met artillery, als je, zeg maar, hoe heet dat?
ingezoomd bent in artillery mode. Ja. En je denkt van, ik heb geen zin om mijn... om als ik buiten schotbereik kom, dat mijn tank automatisch meegaat omdat je accuracy verliest. Druk gewoon op X en dan staat hij stil. Probeer maar een keer als je niet ingezoomd bent, dan zie ik dat tekentje en dan gebeurt het niet meer. Oké, dat is wel handig om te weten. Dus even kijken, dat wordt een beetje saai jongens, ik weet het, maar ik kan met mijn tank niet naar beneden rijden, want dan word ik doodgemaakt, want hij heeft geen armor. De reden dat ik deze tank ook heb genomen is het kanon. En normaal is het hier altijd heel erg druk, maar ik weet niet wat het is vandaag. Het is heel raar, dus... De matchmaking, ja. De matchmaking en het volk dat we krijgen. Volgen... Ivo, ik weet wat er aan de hand is. Dan? Het zijn van die... Van die Josties. Die altijd ook... Oh, daar is iemand. Oh, oké, dat is die Churchill. Het zijn van die Josties die ook altijd van die events komen, zeg maar. Het is alsof een event aan de gang, nou, want alles is met korting en alles. Oh. Als die Churchill eruit komt, is hij dood. Ik kan hem van de vier raken. Ja, raak maar dan. Ik kan het toch niet bij. Wacht. Wat? Bounced off met dit. Godverdomme, als ik deze kill niet krijg. Hij kreeg die kill niet. Die KV2, die pakt hem. Ja, kudding. Hoe kan ik dat? Nee, nog even. Kom op. Reload. Nee, Ivo! Ik schoot hem. In zo'n babybakkes. Dat had een KV1S in de fek. Ja. Ik schoot hem in zijn babybakkes. Alleen jouw kogel kwam eerder aan, ik zag het. Echt, als die net niet mis was. My god, hé. Eens even kijken. Echt, ik schiet nu gewoon blind gewoon op daar waar die tanks misschien staan. En ik hoop echt dat ik opeens gewoon een kill krijg. Oh, T40, one shot kill hier zo. Oh, cool. Kom maar jongen. Oh, hom nom 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 nom. Dit is bij weer het laatste padje wat we doen. Dus ja. Even kijken. Oké, okay, die is dood. Ik ga er gewoon op af. Ja, jij kan dat. Ik kan dat niet. Jongen, mijn panzer is ook onmiddellijk slecht. Ja, maar jij schiet sneller. Ik heb al een gunrammer hierop. Zullen we hoe langzaam dit ding schiet? Leroy Jenkins. Ja. Oké, repositioning. Miep. Nee, ga spotten. Die KV2 die gaat spotten voor mij. Zo, even repositioning met dit ding. Huppakee, net een huis waar ik moet draaien. Zo groot is dit ding. Waar zijn die tanks? Kom nou op, man. Dit wordt een fucking lange video zo. Please, dudes. Het is zo erg dat een KV2 heavy tank moet gaan spotten. Zodat er gewoon... Aha. Founders comeback. Ik ben er klaar mee. Tjoeket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 jo
zo groot. Ik zal dat wel doen. Of die artillery kan kapot maken. Nee, je gaat nog voor die low health. Ik ben er echt nooit op tijd. Oeh, hallo, meneer de KV1S. Oh, kom maar, meneer de KV1S. Kom dan. Jij noob, ren dan naar achter. Please. Oh, dus iemand AFK. Hoe deed jij zoveel damage? Omdat KV2 net voor mij schoot. Ik heb 3 kills, hé. Ik 0. Ja, en? Maar dan krijg ik nog 4 erbij. Nee. No, please. Als jij hem kunt krijgen, dan moet je het vooral doen. Alleen, maar ik ben bang dat hij... Kom dan, schiet dan. Badje. Goed zo, braaf jongen. Boom, 300 damage, braaf jongen. Ah, KV1S, nou, GG. Vies naarbal. Wel, ik heb geen enkele kill gekregen. Ivo 3 en de busschop ook 3, wat de fuck is daar nou mis mee? Maar eens even kijken, je ziet wel allemaal experience en alles. Eens even kijken, maar in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Like de video nog even, abonneer als je het nog niet hebt gedaan, volg me ook even op Twitter. Wil je alles weten over tanks, staat hieronder in de beschrijving een link naar de World of Tanks wiki. Wil je de game spelen, staat er ook een link hieronder in de beschrijving. En Ivo, wil je nog wat zeggen? Doei.
En het was leuk om een keer op YouTube te zijn. Ja, oké. Okay. Willen jullie dat Ivo meer in de VOD-video's van mij komt? Laat het achter in de comments. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.